De volgende stap die we gaan doen is een andere revolve-functie. Uh, dus ik ga weer een nieuwe sketch openen, oftewel ga ik dus hier bij Nieuw Design, oftewel klik ik hier op Nieuw Design. Ik ga nu een donut maken. En als je een donut door twee snijdt, dan krijg je dus eigenlijk een cirkel die ronddraait en dan hier terug gaat komen als een cirkel. Dus dat is eigenlijk een soort van torus. En die zijn draaias, die ligt niet in mijn cirkel zelf, want dan krijgen we een sfeer. Maar die draaias die ligt erbuiten. Dus als ik nu een spiegellijn ga maken tegenover het midden, hier. Dan ga ik die dus eigenlijk rond die as gaan ronddraaien. Als ik dus nu op revolve klik, je ziet al hij selecteert het juiste profiel. En mijn as, dat is deze. Dan krijg ik dus nu mijn... Donut. Nu ga ik een beetje meer vanuit mijn gevoel spelen. Ja, dat, is, dat ziet er niet uit als een echte donut. Een donut, daar is dat gat veel kleiner. Dus wat kan ik nu gaan doen? Ik kan teruggaan in mijn tekening door hier onderaan op mijn sketch te duwen en ik ga zeggen: ah, die donut die moest groter zijn en die moet ook iets meer naar het midden toe staan. Dus ik ga die wel verschuiven. Als ik nu terug op Finish Sketch duw, dan is die terug aangepast. Ze zegt, hmm, oké, okay, nu is die misschien iets te dichtbij. Nog een klein beetje verder. Dan kan je die weer gaan verschuiven. Zorg dat die mooi op die lijn blijft staan. En voilà. Nu denk ik dat ik een mooie donut heb gemaakt. Dus die revolve functie die is ingewikkelder dan enkel rond uh, zijn eigen as in de tekening te tekenen. Maar je kan dus ook complexer vormen door er buiten te gaan uh, roteren, tekenen. Een ander voorbeeld daarvan